Vond je het leuk? Ja. Ja? Superleuk. Maar kinderen willen toch op de iPad, die willen toch niet saai knikkeren? Is toch niks aan? Het is wel heel erg leuk, ja? Knikkeren. We gaan iets cools doen. We gaan namelijk knikkeren. En niet zomaar knikkeren, we zijn op zoek naar de beste knikkeraar van Nederland. En daarom ben ik hier in Sliedrecht bij de voorrondes van het Nederlands Kampioenschap Knikkeren. Dit is het 15e jaar waarin we knikkeren, het Nederlands Kampioenschap organiseren. Dus we hebben al 14 Nederlands kampioenen knikkeren, illustre rijtje. En dat breiden we dit jaar weer uit. Een beetje talent hier? Ja, vorig jaar is iemand uit Sliedrecht, Kees heet die geloof ik, die is tweede geworden. Dus we hebben de eer hoog te houden. Mama, je leeft ook echt mee hè? Ja, ik vind het leuk. Ja? Ja, zeker. Waarom vind je het zo leuk? Als hij geniet, geniet ik ook. Kom eens met wat tips. Ja, zeker naar het bordje blijven kijken. Hè? De horizon, waar wil je heen? Het doel voor ogen houden. En proberen te ontspannen. Zij voor? Ja, ik heb ze alle drie al gewonnen. Klasse man. Ja, het is 21 voorrondes, verspreid door heel Nederland. Uitmondend in een grote finale. We hebben hier knikkers aan. Je bent aan het ijs eten, je moet knikkeren. Ja, maar ik heb net al gespeeld en gewonnen. Hoe komt het dat jij zo goed bent dan? Ik heb thuis ook zo'n potje. Ah, dan ben je thuis altijd aan het oefenen. Ja. Knikkeren is natuurlijk een geweldige tijdsbesteding. We willen graag dat kinderen meer naar buiten gaan, dat kinderen meer bewegen. Wij vinden dat naar buiten doen en op straat spelen de eerste stap is naar een actief leven. Het is spannend. Het is nou de finale. Wie oh wie wordt die winnaar van Sliedrecht? 1, 2, 1. Jij bent nu eerste geworden? Ja. Hoe was dat? Leuk. En nu moet ik altijd vragen, wat gaat er door je heen? Spanning een beetje. Spanning een beetje. Maar jullie hebben het allemaal goed gedaan, want jullie moeten het nu doen hè? Want je bent nu hier de winnaar, maar nou nog straks in Amersfoort. Ja, gaat het goed komen? Ja. Hou die beker omhoog. Zwaai hem daar. Tot zover de winnaars hier in Sliedrecht. Mooi hè? Juichen jongens.